Het is vandaag, jongens, een historische dag. Ja, 35 jaar geleden gingen wij van de VARA naar Veronica. 35, precies op deze dag, 35 jaar geleden, kwamen we op kantoor bij Rob Oud. En toen gaven we hem een of andere plaquette of zo met de datum erop en een foto van ons. Als herinnering aan het feit dat wij waren nu aangeland bij Veronica. En dat was een transfer toen, jongens, dat wil je niet weten. Van de VARA naar Veronica, dat was toen onmogelijk. We hadden toen net getekend voor 3 jaar bij de VARA. Hadden net een seizoen Popiopie achter de rug. Nou, dat was natuurlijk een succes van hier tot Hinderlopen. En toen kwam er gezeur bij de VARA over het feit dat wij te veel geld opmaakten. En toen zei ik, oké, en nou is het klaar. Wij gaan weg. We gaan naar Veronica. Dus ik belde toen, maanden voor 22 februari, belde ik in december al met Rob Oud. Ik zeg, Rob, wil jij graag pizza hebben? Nou, zei Rob, kom op. En toen ging ik dus babbelen met hem. En ik zei tegen de VARA, ik ben klaar met jullie. We gaan naar Veronica. En toen brak de hel los. Maandenlang hebben wij werkloos gezeten op de burelen van de VARA. Mochten niks doen. En de VARA wenste 600.000 gulden van Veronica als wij over zouden stappen. En Rob Oud zei, ja, dikke vinger, dat gaat niet gebeuren. En wat gebeurde er toen? Toen zat ik op oudejaarsdag, kun je het je voorstellen, 31 december bij Rob Oud thuis. En Rob zegt, en nou is het afgelopen, ik ben klaar met die Marcel van Dam. Want die wil 6 ton en die gaat hij niet krijgen. Ik bel nu de Telegraaf en morgen staat het gewoon op de voorpagina dat jullie naar Veronica gaan. En zo gebeurde. Zo gebeurde 1 januari, boom, voorpagina, Telegraaf. Pisa naar Veronica. Nou jongens, dat was wat. Hup, gelijk dezelfde avond ook nog opening van het journaal. En toen liepen die onderhandelingen helemaal vast. 6 ton, dat werd er gevraagd. VARA wilde dat hebben. En Rob Oud, Veronica, wilde dat niet betalen. Maanden heeft dat geduurd. En toen, op 22 februari 1986, toen kwam het bericht vrij. Oké. Veronica die moesten 150.000 gulden betalen in faciliteiten. Dat betekent dus decor en camera's en noem maar op. En wij mochten niet de naam Pisa meenemen naar Veronica. En die hebben we toen veranderd in Verona. Nou, en om deze dag, deze historische dag, nog even te vieren, hier nog even een stukje uit de boerderie, samen met Soekie. Hoi, Soekie. Ja. Wat is dat? Dat is schaap. Nee, dat is een breikolf. Zeg me na, breikolf. Zeg me na. Zeg me na. Nee, breikolf. Zeg me na, breikolf. Nee, alleen maar breikolf. Nee, alleen maar breikolf. 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 Wat is dat? Wat is dat? Hek. Nee, dit is een brakenstronk. 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 Het wordt nog heel wat hoor, in het Nederlands met jou. Hey, einde van deze les. Cool. Dank je. Krijgen we nou, Soekie? Dank je. Ben je wat kwijt? Ben je wat kwijt? Hoogtepijn. Dat is geen hoofdpijn, dat is knarremoe. Zeg maar nou, knarremoe. Zeg maar nou, ik ga naar de moe. Eindeles! Eindeles! Ta joh, zeg maar nou, ik ga naar de moe.